NTR. Ik ben geboren in 14 en in 18, toen was het afgelopen. De Eerste Wereldoorlog. En dat weet ik nog als kind, want we hoorden de dikke Bertha in België aan de IJzer. En er was een klein versje, heel even opnoemen, van de Duitse keizer. Duitsland was een keizer. En toen zei de zoon: papa, hoe gaat het aan de IJzer? Vroeg de grootprins aan de keizer. Slecht, mijn jongen, we kunnen er niet door, want de dappere Belgen liggen ervoor. En dat vonden we leuk toen die oorlog afgelopen was. Vergeet je nooit. Nooit. In 1918, op de 11e dag van de 11e maand, om 11 uur 's ochtends, luiden in heel Europa de klokken. Ook in Nederland. De Eerste Wereldoorlog is na 4 jaar voorbij. Miljoenen soldaten sjokken naar huis. Ook de Duitsen. Moe, gewond, verslagen. Sommigen nemen de kortste route vanaf het front in Frankrijk en België door het neutrale Nederland. Haveloos. In gescheurde jassen en broeken, die tot op de draad versleten zijn, gaan de mannen naar huis toe. Hun houding is al lang niet meer martiaal, en het krijgstuig dat ze meevoeren heeft zijn beste dagen gehad. Zo sukkelen ze naar Duitsland terug. Te voet, met ossenkarren, per paardenwagen of per auto, zoals men op onze foto's kan zien. Wat je niet aan die Duitse jongens afziet, ze zijn in opstand tegen hun eigen officieren. Na 4 jaar oorlog weigeren ze nog te vechten, kruipen uit de loopgraven en gaan gewoon naar huis. Daar aangekomen beginnen ze samen met fabrieksarbeiders een gewapend oproer. Tegen hun keizer, tegen de regering die ze in de hel van die loopgraven heeft gestuurd. Hun oorlog krijgt als toegift een kolkende revolutie thuis. De NRC voelt het al aan op de dag van de wapenstilstand. Alles is abnormaal geworden. Alles ligt ondersteboven en neemt nieuwe vormen aan. Wij staan als het ware voor een maatschappelijk vacuüm. Wij hier te landen niet alleen, toch nagenoeg heel Europa. Ook buiten Duitsland proberen arbeiders en soldaten met geweld de macht te grijpen. Een jaar eerder gingen de communisten al voor in Rusland. En nu volgen dus Duitsland en Oostenrijk-Hongarije naar het Westen. En waarom zou dat stoppen bij Lobit? Zo stijgt de angst ook in ons land. Bijvoorbeeld in de residentie. Het is onrustig in de stad. We horen dat de socialisten Troelstra en Wijnkoop ook hier een revolutie willen. Men beweert zelfs dat er auto's klaarstaan voor de koningin om te vluchten. De mensen en de regering zijn doodsbang. Dat handjevol socialisten zal de boel hier toch niet omsmijten? Gelukkig zijn er nog veel oranjegezinden. Wat zal er morgen weer gebeuren? De gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op. Op 12 november vindt hier op het Binnenhof een historische zitting plaats van de Tweede Kamer. De socialistische leider Troelstra houdt een 3 uur lange toespraak, waarin hij een paar hele gevaarlijke dingen zegt die je normaal in het parlement niet hoort. Hij kritiseert de koningin, zeer ongebruikelijk, maar nog meer dan dat, hij zegt: nu eigenlijk hebben de socialisten het gelijk van de geschiedenis aan hun zijde. Nu moeten wij zorgen voor werkelijke hervormingen, nieuw staatsbestel. En daarbij is zelfs geweld een optie voor ons.
Dat gaat heel erg ver. Dus hij gebruikt het woord staatsgreep nog net niet. Maar die toespraak is voldoende om daarna de vergadering te stoppen. En de regering gaat in beraad hoe ze hierop moeten reageren. En de vraag is natuurlijk, gaat hier hetzelfde gebeuren als in Duitsland? Daar hebben eigenlijk arbeiders en soldaten de macht overgenomen. De keizer weggejaagd. En de vraag is, houdt die revolutie op aan de grens? Of gaat ook hier de revolutie verder? In Nederland was weliswaar geen oorlog geweest, maar wel honger. Er waren rellen geweest, de tegenstellingen waren verscherpt. Dus op heel veel redenen was er reden tot onrust. Vooral in de grote steden is de sfeer geladen in november 1918. In Amsterdam bijvoorbeeld. Veel arbeiders zijn door de oorlog werkloos geraakt. Voedsel en brandstof kunnen ze nauwelijks nog betalen. De hoofdstad is ook een broedplaats van radicale socialisten. Ze hebben gehoord wat Troelstra heeft gezegd in Den Haag en maken zich op om de daad bij het woord te voegen. Op 13 november 1918 slaat in Amsterdam de vlam in de pan. En dat gebeurt hier een paar honderd meter terug in de zaal van de Diamantbeurs, waar radicale socialisten, anarchisten bij elkaar komen voor een protestmeeting tegen de oorlog, tegen de duurte, tegen de schaarste. En in die vergadering ontstaat spontaan het plan om te gaan demonstreren richting de kazernes hier aan de Servatistraat. Met als doel om een gevangen genomen dienstplichtige kameraad die in de kazerne gevangen zou zitten, om die te gaan bevrijden. En bovendien de militairen hier in de kazernes op te roepen om zich aan te sluiten bij een revolutionaire demonstratie. Het zijn overwegend linkse arbeiders, heel veel uit de Jordaan. Mannen, vrouwen, heel veel jongeren ook, aangevuld met ontevreden militairen. Een van hen heeft een bijl op zak en begint met die bijl in te hakken op de ketting die het hek rondom de kazerne afsluit. Terwijl hij dat doet, gaat in de poort plotseling het licht uit. En volgens getuigen zie je dan de vlammen uit de geweer lopen schieten. Omdat luitenant Franke, die daar het bevel voert, bevel geeft om het vuur te openen. De man met de bijl stort dodelijk getroffen van het hek op de grond. Er vallen nog twee andere dodelijke slachtoffers, die zijn op slag dood. De mensen die hier worden beschoten, die verspreiden zich in paniek. En daarmee is de Nederlandse poging tot revolutie eigenlijk in bloed gesmoord. Er wordt nog een oproep gedaan om de volgende ochtend op het Beursplein bij elkaar te komen, om daar de commune van Amsterdam uit te roepen. Dat moet dan het begin worden van een Sovjetrepubliek Nederland. En op die oproep komen ongeveer 50 mensen af. En daarmee is de revolutie in Nederland wel van de agenda. Voorbij voor het goed en wel begonnen is, revolutie in Nederland. De meeste soldaten blijven trouw aan het gezag. Voor alle zekerheid formeert de regering een bijzondere vrijwillige landstorm. Oud-dienstplichtigen, vooral uit de provincie, die elk verdere oproer in de steden zo nodig in de kiem kunnen smoren. November 1918 maakt in gezagsgetrouw Nederland diepe indruk. De revolutiepoging is een sof geworden. Nederland is ook al buiten de oorlog gebleven. Dus je zou kunnen denken, nou, geen zorgen meer. Maar het grappige is, dat is niet hoe het gevoeld wordt. Nee, dat klopt. De gedachte dat in de toekomst zoiets als revolutie toch naar Nederland zou kunnen komen, dat zie je dat eigenlijk na november 1918 de overheid wil dat toch meer in kaart krijgen. En wat doet de regering dan? De regering op een aantal manieren probeert hij dat revolutiegevaar in te dammen. Eerst en vooral in november 1918 het staatsgezag wat nadrukkelijker in het straatbeeld brengen.
Een andere maatregel die je ziet voortkomen uit november 1918... is de oprichting van de Centrale Inlichtingendienst. En dat is een AIVD, laat maar zeggen. Een AIVD, eigenlijk is het een, om in de terminologie te blijven, een veiligheidsdienst. En die kijkt vooral naar het binnenland. Die kijkt wel een beetje naar het buitenland, maar die is er vooral om de binnenlandse veiligheid te bewaken. En dat hadden we toen nog niet? Dat bestond nog niet, nee. Sterker nog, die hele gedachte dat dat iets is voor de staat, die zou je toch als product moeten zien van die revolutieangst of die revolutionaire woelingen van november 1918. En wie hadden ze dan op de korrel? Allerlei organisaties. We hebben hier een mooi overzicht, deze stamt uit 1936. Geheim. Een overzicht van linkse arbeidersorganisaties. Maar als je dat doorloopt, en zo zijn er talloze die nog ook bewaard zijn gebleven, dan zie je dat dat een keur van verschillende organisaties is. Ja, de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeidspartij, uiteraard in het interbellum beschouwd als een extremistische beweging. Maar ook het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Dus alle politieke en economische organisaties uit die arbeidersbeweging, die stonden hier sowieso op. De zangvereniging Nieuwe Stem met het mandolinegezelschap Wolga-klanken. Ja, dus je ziet zelfs dat soort kleine en vermoedelijk zeer plaatselijke clubjes ook op die lijsten terechtkomen. Dat stelde de politie in staat dat als die revolutie zich aankondigde, om deze figuren in hun gemeente van hun bed te lichten. En dat zijn socialisten, communisten? Radicale socialisten, anarchisten, zelfs Jehova's getuigen, leden van een zangvereniging. Dit was allemaal bedoeld voor als die revolutie zich zou aankondigen. Als het dus moest, dan konden ze van hun bed gelicht worden. Het Proletarisch Steunfonds. De Rode Makkers. De Synthetische Orde. Steeds langer wordt de lijst van extremisten in de jaren 20. Naast halve of hele revolutionairen neemt de inlichtingendienst ook steeds meer tegenstanders van het leger in het vizier. Antimilitaristen en pacifisten die hebben gezien wat voor ellende de Eerste Wereldoorlog heeft gebracht. Want al was ons land neutraal gebleven, dat betekent niet dat het helemaal gespaard was gebleven. Tientallen woningen waren beschadigd, sommige ingestort. Overal lagen de ruiten eruit. En mensen werden ook gewoon in de slaap overvallen. In deze buurt zijn dus 3 doden gevallen. Het was de familie Leidekkers. Dat was een ouder echtpaar met een pleegkindje van 2 jaar oud. En die zijn hierbij om het leven gekomen. En dat is hier in deze straat gebeurd, de Sint-Domenstraat. Het incident ging ook al heel snel heel Nederland rond. Het was de eerste keer in Nederland dat dus door een luchtbombardement er doden vielen. Je ziet echt een nieuwe dimensie die aan de oorlog is toegevoegd. Deze reportage laat bommen op Zierikzee zien, zoals de titel al aangeeft. Hier op de foto's zien we de ravage die die bommen hebben aangericht. En het onderschrift vermeldt dan de verwoesting in de Sint-Domenstraat, waar het gezin Leidekkers, dat door de bommen gedood werd, woonde.
En daaronder staat nog: de buren van het gezin Leidekkers die ter nauwernood aan den dood ontsnapten. En zij zoeken in de puinhopen naar wat eventueel nog van hun bezitting te redden mocht zijn. In de medaillons, dat zijn drie portretjes, zien we het echtpaar Leidekkers met hun pleegkind. Naar mijn weet werden alle drie bij de bommen onheil gedood. Zierikzee maakt duidelijk dat burgers ver van het front niet meer veilig zijn voor dat oorlogsgeweld. Voorheen was het zo dat oorlog iets was wat plaatsvond aan het front, ver van de burgers in het dorp. Dat vond plaats op slagvelden. Maar nu, met de komst van het vliegtuig, werd die scheiding tussen burger en militair, die vervagen ineens volkomen. Dus burgers werden nu, net zo goed als militairen aan het front, slachtoffer van dat oorlogsgeweld. Ik heb hier twee tekeningen uit De Notenkraker. Dat is de zondagsbijlage bij Het Volk. Deze is gemaakt op 5 mei 1917, daags nadat de bommen op het dorp zijn gevallen. We zien hier drie doodskisten. Dat zijn natuurlijk de doodskisten van het echtpaar Leidekkers en hun pleegkind. Het zijn twee grote doodskisten en een kleinere in het midden. En links daarvan zien we de dood die verkleed is als vliegenier. En hij haalt zijn schouders op. En het onderschrift verraadt dan wat hij ons op dit moment vertelt. Ik heb een beetje gemorst. Een kleine vergissing is dodelijk. Met andere woorden, dit hoort er nu eenmaal bij. Dit is de moderne oorlog zoals die plaatsvindt. En dat daarbij onschuldige burgerslachtoffers vallen, ja, daar moet men nu eenmaal maar aan wennen. Dankzij fotografie en film krijgen steeds meer mensen een indruk van de ongekende verwoesting die de Eerste Wereldoorlog heeft gebracht. En met elk beeld groeit de weerzin. Steeds meer Europeanen raken overtuigd van een revolutionair idee. Zou je niet eens de oorlog moeten verklaren aan de oorlog? Dit zijn de berucht, of vermaarde en beruchte gebroken geweertjes, speltjes, zoals ze in de jaren 20 al werden gedragen door antimilitaristen, pacifisten, ontwapenaars. Nou ja, dit is echt de klassieke variant. Heel simpel, twee mannen handen die het geweer, het symbool van dat leger en die oorlog, weten te breken met blote handen. Dus deze is echt in ongelofelijke aantallen gedragen over de hele wereld. Ook in Nederland. En daarnaast is er de fancy variant. Denk voor zondagen en voor mensen die wat meer te besteden hadden. Dat is natuurlijk heel veel chiquer. Ook in Nederland is heel duidelijk doorgedrongen tot een heel groot publiek dat oorlog niet iets heldhaftigs en romantisch is, niet een jongensavontuur, maar iets wat gewoon heel erg vernietigend en heel erg gruwelijk is. En daar wil men vanaf. En de mensen die daar politiek stelling in nemen, die lopen in de jaren 20 en 30 met een speldje als dit op de revers. Wij breken de wapens over de knie, en regimenten gaan uiteen, uiteen. En wij breken de wapens over de knie. En de regimenten gaan uiteen. Jezus, jongens, ik heb me wat gezongen. Ik zat bij de Revolutionaire Jeugdbond. Ik heb nog het speldje ergens. En de Revolutionaire Jeugdbond, dat waren kinderen die van toeten of blazen iets wisten. Maar dat met overtuiging. Toen ik eenmaal de smaak te pakken had, toen was ik altijd vooraan bij de demonstratie. Ik heb veel gedemonstreerd, ik heb ook heel veel gekalkt, geschilderd. Voor een meisje is schilderen midden in de nacht op straat iets jovel. Het feit dat je 's nachts, terwijl de burgerij slaapt, sta jij met een kwast, sta jij met grote letters te vrij. Die moet vrij. Want er was altijd wel iemand die zat. En dat hebben wij toen uitvoerig gedaan. En dan kwam de politie en pakte ons op.
Dit is Fort Spijkerboor, de plek in de Beemster ten noorden van Amsterdam waar dienstweigeraars werden opgesloten. De standaardstraf was 10 maanden. Het zijn echt overtuigde antimilitaristen die het hele idee van jezelf onderdeel maken van zo'n gedisciplineerd machtsapparaat, die dat niet willen en weigeren. En dat werd bestraft. Dit is het soort cellen waar de jongens werden opgesloten. En vaak lang achter elkaar, weinig luchttijd, heel veel pesterijen. Tja, dat waren geen prettige omstandigheden. Wie is de bekendste dienstweigeraar begin jaren 20? Ja, dat is zonder meer Herman Groenendaal. Haarlemse tuinier, tuindersknecht, die in 1921, hij is van de lichting 1921, weigert op te komen. En Herman Groenendaal wordt heel beroemd omdat hij meteen na zijn arrestatie in hongerstaking gaat. Dat raakt bekend buiten de muren van de gevangenis. En dat leidt tot een enorme ophef gedurende de zomer en de herfst van 1921. Grootvader, mijn opa Herman Groenendaal. Mijn opa was een man die altijd heel erg deed wat zijn hart hem ingaf, zoekend naar vrede en naar gerechtigheid. Dat zat heel diep van binnen geworteld. Waarschijnlijk heeft hij, doordat hij die Eerste Wereldoorlog mee heeft gemaakt en alle ellende heeft gezien, ja, dat dit toch ook in zijn hart gegroeid is. Dat dit niet weer moet komen. Ik denk inderdaad dat hij daardoor misschien denkt van, hoe durven jullie dat nou nog te doen na zo'n oorlog? Hoe kunnen jullie nou nog denken dat dat de weg is? Het is echt alleen maar een diep gevoel van dat je iemand niet mag verplichten om, zoals hij dat zei, tot moordenaar opgeleid te worden. Kreeg hij steun? Hij kreeg heel veel steun. Mensen liepen overal de straat op. Er werd zelfs een lied gemaakt over hem. En hoe hij in de gevangenis zat. En dat de moeder hem troost. Dat de moeder zegt van, ik zie jou liever daar dan als een moordenaar. Ik weet niet of het echt zijn moeder ook was die dat zo dacht. Maar zo werd er gezongen. En er werd dus, ja, heel veel demonstraties gehouden. Heel veel toespraken gehouden. Zelfs stakingen zijn er ook nog geweest. Op 7 november 1921, de gedenkdag van de Russische Revolutie, die dan nog maar 4 jaar oud is, ontploft er in Den Haag een bom aan de gevel van een van de leden van de militaire rechtbank die Herman Groenendaals zaak behandelt. Die bom blijkt gepleegd door 4 jonge radicalen, waarvan er 2 aanwezig zijn geweest bij de schietpartij bij de cavaleriekazerne in Amsterdam. Dus dat zijn jongens die gewend zijn vooraan te lopen. En eigenlijk willen zij laten zien dat je niet alleen actie kunt voeren door dienst te weigeren en een hongerstaking te beginnen, maar dat je je ook op een wat actievere manier kunt verzetten. En dat is voor Nederland wel iets nieuws, dat er een bom ontploft aan de gevel van een woonhuis. En Herman Groenendaal is het soort principieel geweldloze antimilitarist die vanwege die bom ook zijn hongerstaking onderbreekt. Althans, hij houdt op met hongerstaken. Hij gaat weer eten, omdat hij niet wil dat er uit zijn naam geweld wordt gepleegd. Met zijn strikte keuze voor de vrede wekt Herman Groenendaal enorme steun in het land. Het antimilitarisme groeit en bloeit. En komt in 1922 ook in de politiek bovenaan de agenda te staan. Bij de verkiezingen dat jaar veroveren de confessionele partijen een meerderheid in de Tweede Kamer. Op voorstel van een kersverse minister van Financiën, Hendrik Colijn,
probeert een nieuw rechtskabinet de uitgaven voor defensie sterk te verhogen. En dan komen de linkse partijen in actie. De STAP, de partij van de mislukte revolutie van 1918, gaat voorop. In 1923 komt er een voorstel van de toenmalige minister Colijn om de uitgaven voor het defensiebudget enorm te verhogen. Dat moet dan vooral de vloot in Indië dienen. Dus er wordt bezuinigd op een aantal zaken die arbeiders ten goede komen. En dat geld wat op arbeiders wordt bezuinigd, dat zou naar defensie moeten. Nou, daar kan de STAP niet mee akkoord gaan. En dan wordt die actie voor ontwapening ook een hele actuele politieke kwestie. De partij laat zijn organisatiekracht zien. Twee partijbestuurders worden vrijgesteld om de partij te mobiliseren. En er wordt massaal in Amsterdam gedemonstreerd om te laten zien, ik denk ook aan de eigen aanhang, hoezeer dat verzet tegen die vlootwet, hoezeer dat gesteund wordt door een brede laag en hoe goed de partij in staat is om de mensen op straat te brengen. De mensen die tegen oorlog zijn, die domineren het debat. Wat niet gek is, omdat iedereen wel weet hoe die Eerste Wereldoorlog eruit had gezien. Misschien was er wel een meerderheid van de Nederlandse bevolking die eigenlijk het niet kon schelen of die het leger wel steunde, maar die konden zich niet zo luid laten horen als de tegenstanders. Daarna gaat de partij over naar stap 2. En dat hebben ze geleerd al voor de Eerste Wereldoorlog in een campagne voor algemeen kiesrecht. De partij organiseert een volkspetitionement. De leden van de STAP wordt gevraagd om in hun eigen omgeving systematisch de buurten langs te gaan. Niet alleen de arbeidersbuurten, maar alle buurten. Om handtekeningen te verzamelen tegen die vlootwet. Om te laten zien dat de discussie niet alleen in het parlement zich afspeelt, maar dat de bevolking een mening heeft. In amper 3 weken tijd halen de partijleden meer dan 1 miljoen handtekeningen op. Een derde van de volwassen bevolking van ons land. Ook veel katholieken en protestanten tekenen. Eind oktober 1923 stemt de Tweede Kamer vervolgens over de vlootwet. Een van de spannendste momenten ooit op het Binnenhof. Een deel van de katholieke afgevaardigden in de Tweede Kamer kiezen de kant van de STAP en de linksliberalen die van meet af aan tegen die vlootwet waren. En dankzij 1 ziek Kamerlid ter rechterzijde wordt er met een meerderheid van 1 stem de vlootwet afgestemd. Tot chagrijn van Colijn. Dat is van zeg maar, de mensen die met Colijn denken dat nationale verdediging met militaire middelen, dat noodzaak is voor Nederland. Geen uitbreiding van de vloot dus. Sowieso niet van de landsverdediging. De gebroken geweertjes lijken te winnen. We zijn dan in 1924. Ze lijken daarna zelfs een paar jaar gelijk te krijgen. Het blijft relatief rustig in Europa en de welvaart groeit. Maar dan. In 1929 breekt een economische crisis uit op wereldschaal. Vanuit Amerika ook naar Europa en dan is het met de rust gedaan. Niet door gevaar van links, maar nu van rechts. In Duitsland breekt Adolf Hitler door. Na zijn machtsovername 1933 gaat het hard. Invoering van de dienstplicht, oprichting van de Luftwaffe, herbewapening in hoog tempo. En dan moet ons land ook wel iets gaan doen. En liefst in een even hoog tempo.
Vooral na 1936 loopt de oorlogskoorts weer snel op. Duitse troepen marcheren in dat jaar het Rijnland binnen, dat na de Eerste Wereldoorlog was gedemilitariseerd om een nieuw conflict te voorkomen. Plotseling staat de Weermacht weer aan de grens met Frankrijk, met België en met het neutrale Nederland. Geachte luisteraars, mogelijkheid van toenemende spanning mag niet geheel uitgesloten worden geacht. En met die mogelijkheid moet dus rekening worden gehouden. Dit geldt met name voor een land met zo blootgestelde ligging als Nederland. Binnenkort zal de toestand zich wel duidelijker gaan aftekenen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Dit is het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is de belangrijkste verbinding van Amsterdam in de richting van de Rijn. Dit kanaal werd gepland in de jaren 30, dwars door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De belangrijkste verdedigingslijn van Nederland. Wie is in de jaren 30 onze vijand? Ja, we zijn nog steeds neutraal, dus een neutraal land heeft geen vijanden, een neutraal land heeft geen vrienden. Dat is de theorie. Iedereen weet, die goed om zich heen kijkt, dat als er een oorlog uit zou breken, er een oorlog, een aanval uit het oosten zou komen, dan zouden het de Duitsers zijn. De Waterlinie is de belangrijkste verdedigingslijn die zo'n aanval uit het oosten moet stoppen. Eigenlijk wat we hier om ons heen zien, deze weilanden, zouden onder water gezet worden. En dat onder water zetten komt vrij precies. Dat is zeg maar kniehoogte ongeveer, waarin dat moet gebeuren. Niet hoger, want dan zou je er overheen kunnen varen. En niet lager, want dan zou je de hindernissen kunnen zien en de slootjes kunnen zien. Dus dat kwam echt op die 30, 40 centimeter aan. En als je daar een kanaal doorheen gaat graven, was de angst dat dat water wel eens weg zou kunnen lopen. Dat je niet dat pijl precies op de juiste hoogte zou kunnen houden. Via het nieuwe kanaal zou het water in oorlogstijd uit de waterlinie kunnen wegstromen naar de Rijn en naar zee. Daar moest iets op gevonden worden. Dit is de plofsluis. Een hele grote betonnen constructie uit de jaren 30. In de jaren 30 was het Amsterdam-Rijnkanaal smaller en liep onder die plofsluis door. Die grote betonnen bak kon gevuld worden met stenen, met puin, met afval, zo'n 40.000 ton bij elkaar. De bodem daarvan was relatief zwak en daar zat explosieven aan. Die konden uiteraard tot ontploffing worden gebracht en dan viel die bodem eruit en viel dat puin in het kanaal. En daarmee creëerde je dus die afsluiting om ervoor te zorgen dat die inundaties niet konden leeglopen. Zo'n unieke constructie bestaat, bij mijn weten in ieder geval, nergens ter wereld. Daarna begint de regering eigenlijk met een heel groot programma aan wederopbouw van de defensie. En daar wordt enorm veel geld voor beschikbaar gesteld. En dat gaat eigenlijk van de jaren 20 van, nou, ik wil zeggen, niet zeggen bijna niets, maar van heel weinig, gaat dat vanaf 1936 met reuzensprongen omhoog. Zoveel geld is er dat het eigenlijk niet eens uitgegeven kan worden. Er worden nieuwe wapens gekocht. Er worden fortificaties gebouwd. Heel veel bunkers. Dus de regering gaat in die late jaren 30 voortvarend aan het werk en heeft eigenlijk meer geld dan het kan opmaken. Nederland gaat dan toch flink bewapenen in 1936. Maar wat is dan concreet de vrees voor Duitsland? De vrees bestaat, nu Duitsland toch bij Limburg aan de grens staat, dat de Fransen en Duitsers elkaar opnieuw, zoals in de Eerste Wereldoorlog, in de haren zullen vliegen.
En dat die Duitsers door Limburg gaan marcheren. Ja, dus dat de territoriale integriteit, die, waarbij zeg maar iedere Duitse laars op Limburgse bodem zou Nederland bij dat oorlogsconflict betrekken. En dat was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog al spannend. En nu opnieuw, nu de Duitsers voor de deur stonden, was de angst dat dat zou kunnen gebeuren als die oorlog zou uitbreken. Is er dan in 36 eindelijk wel politieke steun voor die bewapening? Ja, die militaire bewapening wordt door de hele Tweede Kamer aanvaard als dat is iets wat we wel moeten doen. En je ziet dat ook bij de SDAP, die het antimilitarisme laat varen. Zelfs de socialisten. Zelfs de socialisten. Dus je zou dat kunnen uitleggen als nu ziet men eindelijk die oorlog al, nou ja, 4 jaar voordat die echt daadwerkelijk uitbreekt, aankomen. Alleen ik denk dat je dat anders moet zien. Er wordt wel wat ondernomen. Maar we hopen dat dat militaire oorlogsgekletter aan onze grens voorbij trekt. We hopen dat die Duitsers opnieuw door België en niet door Limburg gaan. Dus daar zit een soort tweeslachtigheid in. Er wordt wel wat ondernomen. Maar er is niet een volle commitment aan het idee dat die oorlog er komt en dat we alles in het werk moeten stellen om dat te verhinderen. Een situatie tussen hoop en vrees dus. Misschien kunnen we aan een nieuwe oorlog ontsnappen, net als in 1914. Misschien ook niet. En wat dan? Het ergste wat men zich eigenlijk van een toekomstige oorlog kan voorstellen is een combinatie tussen vliegtuigen en gifgas. Dat zijn wapens waarmee men in de Eerste Wereldoorlog al kennis heeft gemaakt. Dat zie je hier heel mooi op de omslag van de Groene Amsterdammer. Dus we zien een vliegtuig met niet een cockpit, maar met een schedel die een gasmasker draagt. Het resultaat van dat schrikbeeld zien we hier in de Telegraaf. We zien dan een gezin wat wordt getroffen door een gifgasaanval na een luchtbombardement. We zien 3 generaties die ondanks hun gasmaskers toch aan dat gifgas, waarschijnlijk een nieuw gifgas, sneuvelen. Zo zal het gaan in de huizen zowel van de rijken als armen. Trots alle officiële verbloeming der verschrikkelijke werkelijkheid. Laat u met andere woorden niks wijsmaken. Dit is zoals de toekomst van de oorlogvoering eruit ziet. Het zijn foto's van een luchtbeschermingsoefening in 1935, hier in het centrum van Den Haag, ongeveer op deze plek. Op de foto zien we een aantal figuranten die slachtoffer zijn geworden van een luchtaanval met mosterdgas. En door medewerkers van de luchtbeschermingsdienst in beschermende pakken worden geholpen in het kader van een luchtbeschermingsoefening. De angst is een luchtoorlog met brandbommen en mosterdgasbommen. Om zoveel mogelijk slachtoffers te maken en op die manier de tegenstander op de knieën te dwingen. Mocht officieel niet van het land oorlogrecht, mocht alleen militaire doelen aanvallen, maar iedereen wist dat dat stond te gebeuren. Dat is de grote angst van begin en midden jaren 30, dat de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog op de stoep van de mensen thuis terechtkomen. In 1938 lijkt een nieuwe catastrofe onafwendbaar. In de herfst van dat jaar pikt Hitler het Sudetenland in. Een deel van buurland Tsjechoslowakije waar van oudsher veel Duitsers wonen. Engeland en Frankrijk laten weten geen verdere Duitse agressie meer te zullen dulden. Bijna alle Europese landen voeren vanaf dat moment in hoog tempo hun bewapening op. Geachte luisteraars, weer pakken de oorlogswolken in Europa zich samen. Weer moet de vrees worden gekoesterd dat de bloem van Europa's jeugd op grote schaal
aan vernietiging zal worden prijsgegeven om haar niet te gewagen van het gevaar dat op vrouwen en kinderen uit de lucht bedreigen kan. We staan hier in Delft, aan de noordkant van het oude centrum. En hier was een groot industrieel complex. Hier stond een aantal fabrieken. De bekendste waren de gist- en spiritusfabriek en de Calvé-fabriek. Hier naast het oude hoofdgebouw stond een heel hoog gebouwde vetharding. Had te maken met de verwerking van de vetten voor de Calvé-fabrieken. Op het dak van dit gebouw stond luchtdoelgeschut. Het bijzondere was, dat luchtdoelgeschut was eigenlijk niet van Defensie, maar het was van de fabriek zelf. Van een particulier luchtdoelgeschut, als het ware. Bedoeld ook om de fabriek te verdedigen. Bediend door de mensen van de fabriek zelf. Wat Defensie doet, die doet natuurlijk ook luchtdoelartillerie. Maar dat is gericht op militaire installaties en hele belangrijke strategische objecten. Sluizen, elektriciteitscentrales en dat soort zaken. Dan zie je het gat als het ware wat Defensie laat vallen. De particuliere bedrijven springen en zelfs mee gaan helpen om geschut te kopen. Dat ook alleen maar bedoeld is voor vliegtuigen die het fabriekscomplex tot doel hebben. Het is eigenlijk een samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en particulieren die zich organiseren in stichtingen. De overheid verplicht het ook niet. Het is van onderop. En dat gebeurt in Den Haag, dat gebeurt hier in Delft. Delft is heel vroeg eigenlijk hier al mee. Zaandam en ook bijvoorbeeld Rotterdam. Rotterdam moet in 1939 aan dat geschut komen, wat hier in Delft ook is. Gemeente, burgers en bedrijven in Rotterdam weten hoe kwetsbaar ze zijn. Om zichzelf te kunnen beschermen smeden ze in 1938 een groots plan. Wij zijn bereid onze stad, onszelf, onze kinderen te beschermen tegen dat dreigend gevaar uit de lucht. Schuilplaatsen worden aangelegd. Maatregelen genomen door alle takken van dienst. Verduisteringen, oefeningen met gasmaskers, ambulancediensten. Maar er is meer nodig dan alleen passieve luchtbescherming. In deze dagen vragen Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen dringend om actieve luchtverdediging. Om afweer geschut. 26 batterijen luchtdoelgeschut zullen de stad beschermen tegen een aanval. Burgers en bedrijven gaan die, net als in Delft, zelf betalen. In Rotterdam gaat het financieel eigenlijk heel erg goed. Er komt veel geld binnen. Maar luchtdoelgeschut koop je niet in Nederland zelf. We hadden een hele kleine defensieindustrie. Wij maakten dat gewoon niet. Dus dat moest in het buitenland gekocht worden. Maar heel Europa wilde luchtdoelgeschut hebben. En wij stonden niet altijd vooraan. En dat betekent dat Rotterdam daar direct ook de consequenties van ondervindt. En niet voldoende stukken geschut krijgt. En de alternatieven... Er wordt gelijk ook weer een alternatief gezocht. Komen in Italië terecht en zo. Het zal allemaal niet meer baten. Op het moment dat de oorlog uitbreekt, is er nog steeds veel te weinig in Rotterdam daadwerkelijk inzetbaar. En dan wordt het mei 1940. En doemt aan de horizon het gevaar op waar Rotterdam zich tegen had willen wapenen. Zware Duitse bommenwerpers op weg naar de stad. Het is het einde van een tijdperk vol hoop en idealen. Steeds gemengd met achterdocht en onzekerheid. Hoe zou het eindigen? Iets meer dan 20 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt dat duidelijk. De bezette wereld van Johan Huizinga loopt uit op een bezet Nederland.